Dit is een video met leerstof die basis- en kaderleerlingen niet hoeven te kennen voor een examen en gemengd en theoretisch wel. Hij gaat over een aantal organisaties die de naties gebruiken om controle over de Duitse bevolking te houden. Die ga ik hier eens gewoon even op een rijtje zetten. Nou, de belangrijkste organisatie is de NSDAP, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Dat is namelijk de politieke partij van de Naties en daar is Hitler de leider van. Ja, een andere organisatie die heel erg belangrijk is, die ik in de vorige video ook al kort genoemd heb, is de Sturmabteilung. Dat was zeg maar de knokploeg uh, van de NSDAP, het partijleger. En die doen dus mee aan die terreur en die onderdrukking van die politieke tegenstanders. In het begin van Hitler's machtsperiode in Duitsland is de SA ook echt de belangrijkste fractie, zou je kunnen zeggen, binnen die NSDAP. Maar langzamerhand wordt een andere fractie, namelijk de SS, de Schutzstaffel, die wordt steeds belangrijker. Uh, die SS die uh, begint eigenlijk als uh, de persoonlijke lijfwacht van Hitler. Hè. De, die wordt er echt voor geselecteerd en die moet dus Hitler beschermen. Maar die groeien uiteindelijk uit tot een soort uh, elite troepen van Hitler en van de Nazis. En eigenlijk zijn dit gewoon de grootste klootzakken die er zijn. Weet je. Want dit zijn ook de gasten die uiteindelijk ook uh, de Holocaust op gaan zetten en zo. Dit zijn de meest fanatieke, de meest loyale naties. In de vorige video zagen we ook al dat een, uh, een totalitaire staat ook een geheime politie heeft. Nou, die had de naties dus ook. Dat was de zogenaamde Gestapo, de geheime staatspolitie. En uh, dit was een onderdeel van die SS, van die shootstaffel. Ja, en om de bevolking te kunnen indoctrineren en dat vooral ook in de toekomst te kunnen blijven doen, was de jeugd dus ook heel erg belangrijk. Dus, dus daar ging ook heel veel aandacht naar uit uh, vanuit de NSDAP. En zo werd de Hitlerjugend opgericht. En dit was dus een nationaal-socialistische jeugdbeweging, uh, waar alle jongeren van 10 tot 18 jaar lid van moesten worden. Hè. En daar, daar deden ze allerlei activiteiten mee, uh, daar ging ze mee op. Kamp, daar zongen ze liederen mee, daar kreeg ze ook onderwijs mee, soms en zo. Er werden allerlei sportwedstrijden georganiseerd. En uh, voor een deel was dit zeker voor de jongens, dus ook een voorbereiding om uiteindelijk het leger in te gaan, om te strijden, ook te vechten voor Duitsland als het zou moeten. Ja, een onderdeel van de Hitlerjugend was de Bund Deutscher Mädel. En uh, dat was uh, de, de uh, beweging van de Hitlerjugend waar alle meisjes van 10 tot 18 jaar lid van moesten worden. En die deden dus ook hetzelfde als de jongens in de Hitlerjugend ook al deden. Ja, die Hitlerjugend en die Bund Deutscher Mädel zijn dus een goed voorbeeld van hoe uh, de, de nazi's probeerden om de Duitse jeugd te indoctrineren.